Een Santa Run is een run hier in het Ginnik en door het Masbos. Waarbij mensen verkleed in een kerstmannenpak 3 kilometer of 6 kilometer gaan lopen. En met de opbrengst is voor het goede doel. Breda nu. Je weet het meteen. Het is niet alleen betoverend Breda, maar ook betoverend Ginneken. We zijn hier op de kerstmarkt en we komen hier niet om glühwein te proeven, maar wel om de sfeer te proeven. Ja, heb je dat wel gevonden? Nou, ik heb gisteren zelf hier op de kerstmarkt gestaan. Oh echt? Daar een eentje verderop met als collega's. Wat? Met Oigo. Opgeven is geen optie. Oh. Want een collegaatje van mij die is al 3 keer getroffen door kanker. Oh. En dan gaat een man, die gaat 3 keer van de zomer de berg op. Op de West. Ja. Dus ja, dan moet je geld meenemen, hè? Helaas. Maar ja, dus we hebben goed verkocht. Hé, hey, wat goed. Ja, goed hè. Hey, maar jij bent dan toch niet van dat geld wat je opgaat? Nee. Natuurlijk niet. Een Santa Run is een run hier in het Ginnik en door het Masbos. Waarbij mensen verkleed in een kerstmannenpak 3 kilometer of 6 kilometer gaan lopen. En met de opbrengst is voor het goede doel. En welk doel is het dit jaar? Ja, we hebben dit jaar voor Happy Hippo, dat is een stichting, die verjaardagsdozen... inpakken voor kinderen die normaal gesproken niet hun verjaardagsfeest kunnen vieren omdat de middelen ontbreken thuis. Dus dat is een heel mooi doel. En voor de kinderafdeling van het nieuwe Amphia, waar demontabele wanddelen komen, zodat kinderen die daar in het ziekenhuis worden opgenomen hun eigen sfeer in hun kamer kunnen maken. Dus het zijn 2 prachtige doelen. Ja, ik hoop als eerste over de finish te gaan zo meteen. Ja? Okay. Of mijn buurman in ieder geval, die is sneller dan ik. Okay. Ja, hou hem in de gaten. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ja. Okay. En, hoe kunnen we jou herkennen? Aan een witte baard. Nou, het ziet er zo gezellig uit hier. Vertel, wat heb je allemaal gemaakt? Ik heb alles gemaakt. Die kerstbomen en met dat glas erin en de kransen en die jurkjes. Het is heel veel werk. Echt heel veel werk. Ja. Hoe lang doet u er ongeveer over zo'n jurkje? Zo'n jurkje? Nou, daar ben ik toch wel een paar uur mee bezig hoor. Dus dan moet ik echt een paar uur mee werken en dan... Dus je begint eigenlijk al in de zomer om in de kerstsfeer te komen? Nee, we beginnen al in januari met de kerstspullen te maken, want anders redden we het niet. Lekkere chocolademelk, lekkere glühwein voor het goede doel! Ja, ik hoorde je allemaal zo schreeuwen net. Ja, wij verkopen chocolademelk en glühwein voor het goede doel, voor Stichting PIM. Dus voor iedereen lekkere chocolademelk. Kom vooral hierheen. En Stichting PIM, vertel. Stichting PIM is een centrum voor mensen met meerdere beperkingen. Een dagbesteding. En daar, wij staan voor Lions Quattro. Halen we daar geld voor op. Breda nu. Je weet het meteen.